Je zou bijna denken dat ik dit verleerd ben. Want ik wilde dus een stukje kletsen. Ik denk gezellig, ga mijn nieuwe camera uitproberen. Maar ik heb dit al zo vaak opgenomen dat ik gewoon naar mijn eigen... Dan word ik onzeker en begin ik te stotteren. En ik begin nog sneller te praten. Dat ik echt denk van, waarom zo moeilijk, Bianca? Maar goed, ik ben weer op YouTube. Lang verhaal kort, kort verhaal lang. En het is avond, ik heb net lekker gedoucht, huispakje aan. Vandaar ook, zeg maar, dat ik nu in mijn kamer zit met verlichting van de lampen. En ja, weet je, ik ga deze... Het was vannacht 4:30 dat ik al wakker was. Of vanmorgen vroeg eigenlijk. Dus ik vind het wel geweest. Ik heb mijn gezicht net gereinigd. Ik ga deze producten van Philosophy aanbrengen. En ik ga lekker avond houden. Ik had vorige week een telefonisch interview. En nu staat het interview online. Echt super gaaf. Ik zal het linkje, als ik het niet vergeet, ook even in de beschrijving zetten. Mocht je dat willen lezen. De eerste video is opgenomen en die gaat straks gelijk online. En daarna ga ik de tafel weer even netjes maken. Die ligt lekker op de bank, hè? Ja, schat. Raad eens wie er vandaag naar de trimsalon moet. Jij, dan word je weer mooi voor kerst, hè? Ja. Wat een hondenleven zo, hè? Kijk eens wie er terug is van de trimsalon. Hè, Veetje? Ja.